hartelijk welkom bij het ochtendgebed op deze zondag. In het bijzonder een welkom aan de luisteraars die via de kerkomroep meeluisteren. En aan diegenen die de dienst via livestream meekijken. Door samen dit ochtendgebed te vieren zijn we verbonden met elkaar. Hier in de kerk en alle mensen thuis. De liturgie van vanmorgen is u per e-mail gestuurd en is ook te vinden op de website onder het kopje diensten. Op de website en in de liturgie staan ook de doelen voor de collectes van vandaag. U kan uw bijdrage aan de genoemde doelen overmaken. In stilte bereiden wij ons voor op de ontmoeting met de Eeuwige. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Thank you.
mag ik u dan voorgaan in gebed. Daar kunnen wij over dromen en fantaseren. Over hoe het zal zijn wanneer niets en niemand ons iets oplegt. En wij ons tot niets meer gedwongen weten. Niets meer hoeven doen tegen onze zin in. Niets meer tegen ons geweten in. Niets meer tegen ons geloof in wat goed is. Maar omdat dat vooralsnog een droom is, een fantasie, bidden wij u. Daar kunnen wij over dromen en fantaseren. Over hoe wij geen angst meer hebben die ons belet te worden wie wij ten diepste zijn. Geen mateloze ambitie die ons vervreemdt van onszelf en van degene met wie wij ons leven delen. Geen drammerig gelijk dat ons groter doet lijken dan wij in feite zijn. Maar omdat dat vooralsnog een droom is, een fantasie, bidden wij u. Daar kunnen wij over dromen en fantaseren. Een samenleving waarin een ieder tot zijn of haar recht komt. Een samenleving zonder racisme, zonder vooroordelen. Een samenleving zonder afstand tussen ons, letterlijk en figuurlijk. Wij hebben uw geestkracht nodig, God, om onze dromen en fantasieën te blijven voeden. Om erin te blijven geloven. En daarom bidden wij u. God, schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding door Jezus Christus, onze Heer.
Ik lees u delen voor uit Exodus 20, de 10 geboden. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, God, duld geen andere goden naast mij. En misbruik de naam van God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan God. Dan mag u niet werken, en dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen en voor uw vee. En ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft God de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte God. Daarom heeft God de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af en zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Tot zover uit het boek Exodus. Zojuist hebben de 10 geboden geklonken, de 10 leefregels van Mozes. En ik las ze met enige aarzeling, want is dit wel het goede moment om u de wet voor te schrijven? Wij snakken immers naar vrijheid. En wat een vreugde aan het begin van deze week, toen de cafés, de terrasjes weer open gingen. We waren zo langzamerhand de beperkende maatregelen meer dan zat. En de straten worden nu drukker, de parken voller. We maken ons op om weer terug te keren naar het oude normaal. En dat is voor iedereen een grote opluchting. We krijgen nu eindelijk met alle mitsen en maren uitzicht op meer vrijheid. En daarmee zijn wij, als het ware, als het volk van Israël, in het verhaal waar we net naar geluisterd hebben. Het volk heeft aan de vrijheid geroken. Het is ontkomen aan de slavenarbeid, aan het regime van de farao in Egypte. En het volk is op zoek naar het land van de vrijheid, het land van de belofte. En nu wordt van het volk gevraagd om zich opnieuw onder een wet te stellen. Nieuwe geboden. Om te beginnen een 10-tal, maar er zullen er nog vele volgen, hoofdstukken lang. De aanwijzingen van het RIVM zijn er niks bij. Maar wat is dan precies het verschil tussen de farao en Mozes? Of met wie dan ook die ons opnieuw de wet voorschrijft? Worden wij daarmee eigenlijk niet altijd in onze vrijheid beknot?
Deze huidige coronacrisis die legt een gigantisch probleem bloot ten aanzien van onze vrijheid. Want wat behelst precies deze vrijheid? Als de tekenen mij niet bedriegen, dan bestaat dit verlangen naar vrijheid eerst en vooral in het verlangen naar de terugkeer van hoe het was. En dat is dan vrijheid. De terugkeer dus naar onze oude patronen en gewoonten. We kunnen niet wachten tot het precies weer gaat zoals vroeger. We hebben eigenhandig onze vliegtuigmaatschappijen gered en ons ticket naar Ibiza of Vietnam is al zo ongeveer geboekt. Met een jonge professional had ik het over haar ervaringen met het werken thuis. Ik werk nog altijd heel hard, zei ze, maar ik ben ook veel minder moe. Op een zeker moment denk ik, ach, het is maar werk. Het is genoeg geweest en nu ga ik een puzzel leggen. Denk je dat het zo blijft als jouw kantoor weer open gaat? Vroeg ik, hoopvol. Ik weet wel zeker van niets, antwoordde ze. En ook predikanten hebben zich stevig geroerd in het grote koor van duiders. Ja, het roer zou radicaal omgaan. De luchten zouden voortaan schoon blijven, de Himalaya blijven zichtbaar. We zouden veel meer lokaal gaan eten en produceren. We zouden in Europa nu eindelijk werk gaan maken van onze Green Deal. We zouden de lessen die corona ons leerde niet vergeten. Maar een dom virus leert ons natuurlijk helemaal geen lessen. En we leren die onszelf ook niet echt. De kleinzoon van Gabriel Garcia Marquez schreef in de New York Times een mooie brief aan zijn grootvader, auteur van onder andere het boek Liefde in tijden van cholera. Nu hij, die kleinzoon, bijna geen krant meer kan openslaan zonder dat daarin het boek van zijn grootvader wordt aangehaald. En in deze brief schrijft de kleinzoon dat hij hoopvol wacht op het kunstwerk of de film of het boek dat voor hem deze tijden zal duiden. Want de mist in zijn eigen hoofd is nog lang niet opgetrokken. Vooralsnog heb ik de indruk, schrijft hij, dat de mensen weer grijpen naar hun aloude narcoticum. Shoppen. Dat is onze vrijheid. Daarna verlangen wij terug. Nu het coronavirus dat lelijk heeft onderbroken. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis heeft geleid. Rabbijnen en geleerden die vragen zich al eeuwen af waarom hier zo nadrukkelijk het land Egypte staat genoemd. Rabbijn Benno Jacob uit de 19e eeuw die zegt daarvan dat Egypte, bijbels gezien, het rijkste, het meest gezegende land op aarde was. Een ware hof van Eden. Ogenschijnlijk is het daar in Egypte prima wonen. Maar het verlangen om daarnaar terug te keren wordt als verleidelijk voorgesteld, als iets wat je niet moet willen. Want je wordt er slaaf gemaakt, gevangen van je eigen verlangens en begeerten. Je was er eigenlijk helemaal niet vrij. Maar dat dreig je snel te vergeten als je in een onzekerheden bent terechtgekomen. In een kale woestijn waar je zelf de weg moet proberen te vinden van tijd tot tijd en van plaats tot plaats. En dan ga je het idealiseren en dan maak je het groter en mooier dan het was. Waren we maar daar gebleven, dat liever dan hier te sterven in de woestijn. Dat perfecte verleden, die heerlijke vrijheid die geen vrijheid was, maar eigenlijk een slavernij, die wordt door God gediagnosticeerd als een diensthuis.
Dat land Egypte, dat machtige, dat heerlijke land, waar je zo vrij als een vogeltje waant, dat is een slavenhuis. Dat maakt je niet vrij. Dat maakt je juist tot slaaf. Daar raak je aan verslaafd. En al deze woorden die God spreekt, roepen dus geen nieuwe wet over ons uit. En ook geen nieuwe slavernij. Maar deze woorden die proberen een nieuwe samenleving uit. Een menslievende samenleving. Een samenleving waarin racisme, uitsluiting, uitbuiting geen voet aan de grond krijgen. Een samenleving waarin de ander voorgaat. En dan vooral de meest zwakke ander. Die 10 regels klinken wellicht als een groot nee tegen de menselijke vrijheid. Maar de veronderstelling is dat het jouzelf en je naaste goed zal doen. Door het gehoorzamen aan deze geboden zul je een nieuwe vrijheid ervaren. Een vrijheid die ons hier en daar toeviel tijdens corona, toen we de tijd hadden. Toen wij ons eens konden vragen hoe het met elkaar ging. En wat je wezenlijk van waarde vindt in het leven. En daarom staat in die 10 woorden de Sabbat ook centraal. Een dag van rust. Je zult van ophouden weten. Maar we staan alweer klaar om door te rennen en door te draven. En we vonden deze tijd wat om te bewaren, om het misschien wel mee te nemen in het jachtige leven dat ons alweer bespringt. Maar eigenlijk zijn dat soort goede voornemens bij voorbaat kansloos als het ons niet in een breder perspectief wordt gezegd. Zoals Mozes dat doet, als hij zijn volk voorhoudt, doe dit, alles wat ik heb gezegd. En u zult leven, werkelijk leven. En daarom roept God ons in de Bijbel nooit op tot vrijheid in het algemeen, maar tot dienen van hem. Van die God van wie gezegd wordt dat hij zelfs jaloers is op andere goden. Maar eigenlijk alleen omdat God zoveel van ons houdt, en niet wil dat wij toevallen aan al die andere goden die niet het beste met ons voor hebben. En vandaag dragen die goden wellicht namen van grote bedrijven die ons verslavende consumentisme in stand houden. En we zijn er allemaal gevoelig voor en we kopen het allemaal. Maar het maakt ons nog steeds niet vrij en gelukkig. En die goden dragen de namen van leiders van stromingen die voor verdeeldheid zorgen. Door te discrimineren, door uit te sluiten. Maar ook daar wordt uiteindelijk niemand vrij en gelukkig van. De 10 woorden fluisteren ons toe om een beetje vertrouwen te hebben in God. En daarmee vertrouwen in elkaar en in de toekomst die wij samen gaan. Amen.
De bloemengoed namens ons allen gaat naar mevrouw Zuidervaart uit Den Haag ter bemoediging. En we nemen mevrouw Zuidervaart op in onze gebeden. Mag ik u dan voorgaan in gebed? God, zie ons aan. Zie ons in onze onzekerheid, hoe het nu verder gaat en verder moet. Zie ons in onze angsten en zorgen. Zie ons als de kleine, kwetsbare mensen die wij zijn. Want zo ergens dan toch in dit huis, of in de stilte van het moment in onze eigen kamers, kunnen wij onze angsten kwijt en kunnen wij stilstaan bij wat er werkelijk in ons omgaat. Sommigen zullen uitzien naar de onbevangen ontmoetingen met anderen, het aanraken van elkaar, de handdrukken, de omhelzingen. Want misschien veel belangrijker dan de tijd van leven en de lengte daarvan is de liefde van de mensen om ons heen. Anderen zullen wellicht een zeker weemoed koesteren om de stilte die voorbij gaat en de drukte die ons weer wacht. Wees aanwezig in onze huizen, in onze eigen particuliere omstandigheden, zo weinig opgemerkt door het mediabombardement. Maar daar zitten wij dan, terwijl wij ons moeten verstaan met onze eigen pijn, ons eigen verdriet, onze eigen rouw, om wie er niet is. En met wie wij de crisis misschien veel beter hadden kunnen doorstaan. Dat wij onze wegen weer vinden, de route naar liefde en mededogen. Dat wij ons niet laten verleiden door uitsluiting en verdeeldheid, racisme, alles wat ons van elkaar verwijdert. Maar dat wij ons juist opmaken om op te trekken naar uw toekomst. Een wereld waarin we elkaar in alle vrijheid, in alle onbevangenheid kunnen ontmoeten. En in stilte leggen wij u voor, God, wat niemand anders voor ons kan verwoorden. Al onze gebeden vatten wij samen met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. In
in de orde van dienst, die dus ook op internet is te vinden. Dan zingen wij nu het slotlied. Gaan wij dan de komende week tegemoet, een ieder naar zijn of haar plaats, taak en verantwoordelijkheden, bewust van de wereld
en haar noden en gedragen door de zegen van God. De Eeuwige zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De Eeuwige zij achter u om u in de armen te sluiten en om u te beschermen tegen gevaar. De Eeuwige zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Eeuwige zij in u om u te troosten als u verdriet hebt. De Eeuwige omgeven u als een beschermende muur wanneer anderen over u heen vallen. En de Eeuwige zij boven u om u te zegenen. Zo zegene u God vandaag, morgen en alle dagen van uw leven.